netwerk is voor ondernemers en ondernemende medewerkers die meer resultaat uit hun netwerk willen halen. Dus daadwerkelijk nieuwe klanten, nieuwe opdrachten uit hun netwerk halen. Ja, het is begonnen als een evenement. We wilden een evenement organiseren zoals dit. Uiteindelijk zijn we in de organisatie van het evenement gekomen tot, ja, we willen eigenlijk iets blijvends neerzetten. We hebben er een stichting van gemaakt. En die blijft het doel nastreven dat ze de ondernemers willen blijven ondersteunen in het netwerken. Dus leren netwerken. Hoe doen we dat nou? Hoe gedraag je je nou op netwerkborrels en zo? Dat soort dingen. En dat willen we graag blijven doen. We zien ook dat het nodig is en we zien ook dat mensen het leuk vinden om dit soort dingen te doen. Ja, dat horen we ook. Want wat jullie willen, of je nou een medewerker bent van een bedrijf of een ondernemer, en er zijn hier heel veel ondernemers, wat jullie willen is dat je verbindingen legt. Dus eigenlijk niet oordelen op basis van functie of maar luister naar mensen en kijk waar raakvlakken zitten, waar je elkaar kunt vinden en wat je voor een ander zou kunnen doen. Nou, de bedoeling is, Sterk Netwerk wordt geen netwerkorganisatie, dus we hebben geen lidmaatschappen. We willen graag dat deze eerste 100 mensen in hun netwerk gaan roepen van, nou, dit was leuk, dit was goed, dit is leerzaam. Op korte termijn volgen er steeds meer activiteiten van ons. Sommige zijn gratis, sommige moeten betaald zijn. En op die manier kunnen ze gewoon eigenlijk altijd met Sterk Netwerk in contact komen. Daarvoor moeten ze gewoon naar de website www.sterknetwerk.nu. Het netwerkspel is dat wij tweetallen maken. Die tweetallen die hebben een kaartje uitgewisseld aan elkaar. Op het kaartje staat heel duidelijk wat de een zoekt of biedt of nodig heeft. Nou, het leuke van het spel is dat de ander met dat kaartje naar die groepen gaat. We hebben 17 groepen vandaag gehad. En eigenlijk gaat netwerken voor zijn partner van dat tweetal. Dat is het netwerkspel. Op een gegeven moment komt hij natuurlijk terug met in de hoop een 17, 18, 19 visitekaartjes. Mogelijke contacten voor zijn partner. Nou, het belangrijkste wat we willen is dat de mensen leren niet voor zichzelf te gaan netwerken, maar net voor een ander. Ik vond het wel leuk om voor anderen te kijken wat je kan doen. En dan ook leuk die reacties en die kaartjes binnenhalen. Dat vond ik wel leuk. Ja, dat vond ik heel leuk. Ja. Nou ja, toch makkelijker op mensen afstappen. En dat is ook wat we vandaag dit voor hebben gekregen. Makkelijker op mensen afstappen om een gesprek te beginnen. Ik vond het een leuk evenement. Het is ook heel open. Mensen gaan, hebben veel contact met elkaar. Ik vond het een beetje chaotisch soms. Maar voor de rest vond ik het een goed evenement. Dat het praktisch was en dat mensen ook echt aan de slag zijn gegaan. Dus het gewoon, mensen zijn gewoon actief. In mijn presentatie hebben ze dingetjes gedaan, maar dat was maar even opwarmen. Maar daarna zijn ze echt in het netwerkspel aan de slag gegaan. En ik heb mensen zien rennen en ik heb mensen met stapels visitekaartjes terug zien komen. En ik denk eigenlijk dat iedereen daar ook behoefte aan heeft. Concreet, afspraken maken. Er zijn absoluut hele mooie dingen kunnen eruit voortkomen. Maar er zijn ook een aantal zaken die het voor verbetering vatbaar waren. En gelukkig, het is een lerende organisatie. Dus wat doen ze? Ze maken post-its. Nou, en dat is voor de volgende sessie echt weer een vooruitgang. Maar de basis is al fantastisch. Het ziet er goed uit.